Gaat je mij nu bijna vertellen waar we naartoe gaan? Nog altijd niet, maar we zijn er wel bijna. Ik hoop wel dat het een betere idee is als vorige keer. Ja, beloofd. Kijk, daar is het al. Breugel, is dat niet een keide restaurant? Ja, maar ik vond toch wel dat je dat verdient had, na wat je voor mij hebt gedaan. Maar Lise, dat hoeft toch niet? Je hebt toch niet weer staan gokken om dat te kunnen betalen, hè? Nee, Stefanie, echt niet. Beloofd, ik ben er echt mee gestopt. Ik had gewoon nog wat zakgeld over. Maar bon, klaar om ons culinair te verwennen? Wat is er? Ja, ik weet niet. Ik heb dat al eens gedaan en dat was redelijk saai. Ten eerste, dat zijn 20 gangen met minuscule gerechtjes. En voor de helft weet je niet wat er op je bord komt. En als je het vraagt, kun je het niet nazeggen, omdat het zo'n moeilijk woord is. Oké, dan. Ja, maar ik bedoel dat niet slecht, hè? Dat weet ik wel. Ik wou gewoon iets speciaals doen voor u. Dat is ook super lief. Maar ik heb misschien een ander, leuker idee. Ah ja? Ja, minigolf. God, Stephanie. Maar allee, dat is kei lang geleden. En ik heb daar super veel zin in. Er is er eentje in de buurt, dus. Je neemt gewoon met een date over, hè? Ja, maar jij mag nog altijd betalen, hoor. Oké, dan. Kom eens weg. Yes! Dat was in 8 keer zeker, hè? Van 9, 4 keer. Yes. Maar allee, weer al in 2 keer. Hoe doe jij dat? Zeg, jij kunt ook precies niet goed tegen je verliezen. Ik ben nog steeds heel competitief en het is niet omdat jij een meisje bent dat ik je zomaar laat winnen. Zeg, maar kijk maar. Nu ga ik dat in 1 keer kunnen. Allee, ik ben benieuwd. Echt waar. Ai, ai, ai. Dat was niet goed, hè. Maar dat ligt echt gewoon aan die stok. Dat is geen stok, hè, Steffi. Dat is een golfclub. En op het eerste zicht lijkt daar niks verkeerd bij. Oké, ja, dan wisselen we eens van stok of golfclub. Oké, ik ga nog eens probeer maar. Oh, kom aan. Oh, dat is echt niet meer leuk. Gaan we niks anders doen? Nee, Steffi, ik ben aan het winnen en het was trouwens uw idee om minigolf te spelen. Moet ik u anders helpen? Ja. Kijk, bij golf is het heel belangrijk... Minigolf is het heel belangrijk dat je een goede lichaamshouding hebt. Dus uw voeten moeten perfect op heupbreedte staan. Voilà. Uw linkerhand naar boven, duim in het midden. Heel goed. Uw rechterhand komt erbij en uw piek moet tegen uw wijsvinger staan. Super. Oké. Okay. Goed in het midden slaan, een klein tikje. Niet hard. Yes! Zit erin. Schrijf daar al maar rap wat puntjes bij. Dat is maar een half puntje, hè, Steffi? Ik heb je geholpen. Maar allee, serieus. Oké, het is goed. Maar de volgende keer doe je het zelf, hè? Ja. Leuk dat je naar deze video hebt gekeken, maar dit is maar een kort fragmentje. Ben je benieuwd naar de volledige aflevering? Dan kan je die nu gratis bekijken op VTM Go. Het enige wat je daarvoor moet doen is een account aanmaken. Dus zeker doen. Hier klikken op het linkje in de beschrijving. Kom aan, klikken!